bij De Wereld Draait Door, toen ik daar zat te praten. En toen wendde ik me uiteindelijk tot Thijs van Nieuwkerk. En toen zag ik ineens achter hem zaten 100 jonge mensen. Ik dacht, ja, voor hen is het. Mijn tijd zal het duren. Maar het is hun toekomst. Zij en hun kinderen, die zullen met een verschraalde aarde te maken hebben. Een armere aarde, een aarde waarop met heel veel vluchtelingen. Ook voedselproblemen, hoogstwaarschijnlijk, want daar moet ook heel veel gebeuren op dat gebied. Ja, dat emotioneert me, dat ik denk, jongens, het is voor jullie. Het is jullie toekomst. Dat IPCC voorspelt deze eeuw miljoenen klimaatvluchtelingen. Mensen die vluchten uit hongersnood, omdat er geen voedsel meer groeit. Mensen die vluchten voor overstromingen. Dat gaat gebeuren. En dat is natuurlijk een heel erg groot probleem. Dat het gaat gebeuren. En dus is het brood en brood nodig dat we er iets aan doen. En het is te doen. Je kunt namelijk ophouden met kolen, olie en gas te verbranden. Hebben we dan een alternatief? Het alternatief is de zon. Die schijnt iedere dag een ongelooflijke hoeveelheid energie naar de aarde. In 1 uur net zoveel als de mensheid in 1 jaar gebruikt. Nou, we kunnen alles technisch. Dus natuurlijk kunnen we die zonne-energie gebruiken, elektriciteit van maken. Via windenergie, via vallend water enzovoort. Dat is allemaal niet moeilijk om te doen. Alleen je moet het willen. De politiek hoort te beseffen, wij zijn namens de bevolking de baas. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik een communist ben die zegt dat de overheid alles moet doen. Maar de overheid moet wel weten wat hij wel wil doen en wat hij niet wil doen. En wat hij wil doen, moet hij ook doen. Moet hij durven. Moet hij ook durven zeggen tegen oliemaatschappijen, denk eraan, volgend jaar 20% duurzaam en dan 30. En wie het niet doet, diens olie, komt er niet in. Moet je durven. En dan zegt het bedrijfsleven, oké, als de anderen het ook moeten, gelijk speelveld. Dan concurreren we heus wel op duurzaam hoor. Nou, ik deed dat met mijn bedoeling om vooral te zeggen, we moeten ophouden met de aarde te verwoesten. Maar ik zei ook, we kunnen dat alleen maar als we elkaar vertrouwen. En als er wantrouwen heerst in de samenleving, dan bereik je niks, dan los je niks op. In die 60er jaren, toen wij aan een singlehuis woonden in Utrecht, hingen de touwtjes in die stad uit de deur. Kinderen liepen bij elkaar in en uit en volwassenen ook wel. Ik heb altijd gemerkt aan medewerkers die ik op allerlei gebieden heb gehad, hoe meer vertrouwen ik ze gaf, hoe beter ze deden. En hoe meer ze ervoor over hadden om te laten zien, dat ben ik waard. Hoe meer ze het wilden zijn, medeverantwoordelijk. Ik denk dat dat toch een sleutelwoord is. Dat kun je in het onderwijs doen, maar dat kun je in allerlei opzichten doen. Oké, als je mensen verantwoordelijkheid geeft tot het maximum van hun kunnen, dan zal er wel eens iets verkeerd gaan. Maar het is niet zo erg als er af en toe iets verkeerd gaat. Veel erger is als mensen onverschillig worden en niet meer voelen dat ze erbij horen, dat ze deel van uitmaken, dat ze mee initiatieven moeten nemen om het goed te laten gaan.